ben Sjaan Bramenboer, ik ben lid van de kantvereniging Banenkant. Dit jaar, in november, bestaan wij 25 jaar. En we zijn ontzettend enthousiast allemaal. Er worden ook niet alleen de antieke dingen gemaakt, zoals zakdoekjes en kantjes. Maar dit is een kantje, dat heeft bijvoorbeeld aan een lakentje gezeten. Dus nou ja, dat is heel leuk. Ik denk dat er ook nog wel mensen zullen zijn die dat tegenwoordig nog maken. Mocht er geen lakentje zijn, maar een dekbedhoesje. Dit is Brugs bloemwerk. Ook maakten we wel eens, ook met de gewone techniek, een corsage. En die vlinder, wat is dat? Die vlinder is een van de laatste werken. En dat is ja, meer vrij kantklossen. Of een ketting. Dat lijkt wel goud. Nee, het is geen goud, maar nou ja, het lijkt er inderdaad op. Ja, hallo, ik ben Agnes de Koning. We proberen met elkaar iedere keer weer wat leuks te verzinnen om op de kring te doen. Dat doen we inderdaad al aardig wat jaartjes. Ik zelf nu de laatste 5 jaar. Dus zo hebben we de laatste 5 jaar weer heel wat dingetjes bij elkaar geklost. Dit zijn natuurlijk niet allerlaatste nieuwe dingen, want we bewaren heel veel voor de tentoonstelling. We hebben heel veel sieraden, we hebben allerlei leuke dingen. Ook andere dingen die mensen weer gemaakt hebben die niet direct met kantklossen te maken hebben. Maar we vinden dat mag er ook bij, want dat doen we als kring met elkaar. Dus kom allemaal kijken, zou ik zeggen. En dan zullen jullie verrast worden wat er allemaal met moderne kantjes gedaan kan worden. Gewoon uit de vrije hand van. Ja, dit wel. Dit kan je met een verdwijnstift kan je erop tekenen. Oh ja. Ja. En je kan er ook een tekening onder leggen. Ja, precies. Maar dan moet je er dus doorheen prikken. Ja. Nou nee, niet doorheen prikken, want dat kan natuurlijk nooit. Nee. Je tekent hem alleen met een verdwijnstift, teken je hem dan over. Ja, precies. Oh ja. En ik pak mijn vorige lus. En dan trek je hem vast. En dan zit hem vast. Oh. En dan kan je hem afknippen? Dan kan ik hem afknippen, ja. Maar ik kan pas werken.